Dat de Heer de Jezus zegt: Je zult me niet meer zien. Totdat je zegt: Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Dus er is een goddelijk totdat. Van en nu is het genoeg geweest. En nu treed ik handelend op. En, en dat vind ik zo fantastisch. Daar speelt de Heer de Jezus de allerbelangrijkste rol in. Hij zegt: Het is niet aan jullie om de tijden of de gelegenheden te weten. Die God, die de Vader, in zijn eigen macht gesteld heeft. Waar gaat het, hier over? het gaat hier over tijden. Eh, het, het woordje chronos, wat we kennen van chronometer. Eh, dus het tijdpad voor dat herstel van het koningschap van Israël. daar gaat de Vader over. En ook de gelegenheid. En het Griekse woord wat daar staat, is woordje kairos. Dat betekent: wat is nou het beste moment. Om iets te laten plaatsvinden. En de Heer Jezus, daar, daar gaat de Vader over. Maar dan zegt hij: Fantastische tekst. Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die over jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Zowel in Judea als Jeruzalem. En, en, en tot in Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Dus de vraag van de discipelen. In het kader van het Koninkrijk van God. Heeft ermee te maken, wat is het nou met die rol van Israël? Hmm. En dan vragen ze, wanneer doet u dat? Jij stelde prima vraag van wat is de rol van de Heer Jezus erin? Hij is de handelende factor, de actor zeggen ze wel eens, als het gaat over dit land te herstellen, het koningschap van dat land te herstellen. Alleen dat heeft natuurlijk in de loop van de eeuwen heel, heel anders uitgezien. En dan komt er een boek, mijn Kamp, van Adolf Hitler. En daarin wordt verteld. Dat grootste probleem van de mensheid, dat is het Joodse volk. En je weet waar ik het over heb. In de Tweede Wereldoorlog worden 6 miljoen Joodse mensen vermoord. Ja. En dan zeg ik wel eens, als je nou in 1945 had gevraagd, heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Israëlse ja. mensen wil je daar alsjeblieft een keer mee ophouden met hmm. die vraag? Hmm. En op 14 mei 1948 wordt de moderne staat. Israël gesticht, oh. En kunnen wij zeggen, de Heer, de Heer Jezus, Hij doet dat, is degene die het koningschap van Israël aan het herstellen is. Mooi. mooi. En daar zijn wij getuigen van. Ja. In 1967, uh, weet ik dat er, ik weet gaan oud ik ben, maar <laughs> was er was een, een discussie op een verjaardag bij mijn ouders thuis. Middels zijn mijn ouders overleden en die betreffende oom ook. En, het ging over het volgende. Er was wat discussie. Want Israël hè, had dan, ja, dan uh, Judea-Samaria uh, ingenomen. En, 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 en Oost-Jeruzalem enzovoort. En er ontstond een, wat een discussie over. Toen al. Hè. Laat staan wat je tegenwoordig kunt meemaken. En ik weet dat een oom van mij. die zei het volgende. Het was in het Zeeuwse dialect. Ik zal het zo vertalen. Die zei. Het had hij het over Israël. En dat zei hij met heel veel passie. Hij zei: Ze binden er en ze zijn er nooit meer weg. is Oftewel, ze zijn er. En ze gaan er nooit meer weg. En daarmee liet deze oom. Ik weet nog goed, maar een jaar of 13. Weet je, ik weet nog zo goed zijn passie. Dat maar: Dit is Gods hand. Dit is niet alleen maar iets van mensen. Jongens, let op waar je mee bezig ja. bent. Ja. En wat ik zelf heel belangrijk vind: een van de, van de kwaliteiten van God is dat hij trouw is. Rudy, dit is. Het, het per enige juist dat we kunnen zeggen: God is trouw. Ja. Hij laat niet nooit varen het werk van zijn al begonnen is. Ja. En we zien het. En het belooft. Nou ja, en kijk, want als we zouden beweren dat God Israël heeft losgelaten, dat ja. het afgedaan is. Het mm. dat, dat zou betekenen dat hij zijn trouw verlogend heeft. Precies. Dan hebben wij geen enkele reden om te geloven dat hij naar ons ook trouw zal zijn. Dan hij dus zijn woorden simpelweg niet waar. Exact. En dat doet hij dus wel. Ja. <laughs> Hoi. Weet je, ik, ik had het voorrecht om uh, in Bethlehem uh, Naim, Ghouri te bezoeken. Ik mag die naam noemen en ik weet niet of je dan wat zegt, maar het is een, een, een Arabische christen, maar die is tot bekering gekomen. En die man, we hebben, er waren erbij, die heeft zo'n liefde voor het Joodse volk en voor zijn Arabische uh, medemensen daar zo in, in Bethlehem. En hij vertelde, een aantal jaren geleden was 85% van Bethlehem was christelijk. Hmm. Nu is het nog 15%. Wow. En hij is gebleven. Hij is drie keer beschoten. En die man is inmiddels ook al in de 70 of zo. En, en die praat met zoveel liefde. Hij zegt: Als Arabier, hè, christen, hij zegt: Dit land. Is aan Israël beloofd. En hij zegent het land daarmee. Wow. En we mochten erbij zijn. En je liepen daar quote en quote toevallig. Er was daar in de zaal, waren een heleboel kinderen. Hij zegt, wij bereiken zoveel kinderen. Maar ook islamitische kinderen, noem het maar op. Ze zegt, want de muziek raakt hen. Wow. En wij zijn erbij. Dat daar een Amerikaanse evangelist die vertaald werd, een oproep doet om tot bekering te komen. En heel veel handen gingen omhoog. En toen dacht ik, Ruben. Ze erkennen de rol van Israël. God laat zijn belofte niet los. Ze getuigen van Jezus. En ik geloof, Jezus Christus is de enige die en moslims kan brengen tot de Vader, en joden en ons. Dus het, Hij gaat het oplossen. Hij is de vredevorst. Mooi. Wauw. Wat zijn, wat zijn je, je adviezen? Wat zou je als raad kunnen geven voor mensen ja. die zich meer willen, meer willen betrekken bij Israël? Ja. Om... Binnen dat plan dat we dus nu schetsen, waar we mm -hmm. duidelijk zien van hè, Israël is nog steeds in het plan van God. Mm -hmm. En daarom zouden wij er ook juist als Christenen zeker, bij zeker. betrokken moeten ja, zijn. Ja, ja. Ja, want we zijn met elkaar integraal deel van het grote plan van God. Ja. Wat is je advies om daar goed ja. bij betrokken te zijn en blijven? Ja. Dat zou, mijn advies zou zijn om daarin allereerst de Bijbel te lezen, Genesis 12. Maar ook Jeremia 31. Ik, uh, uh, Jeremia 31, dat is een geweldig hoofdstuk, wat gaat over, te midden van alle lente van Jeremia, die hij ook persoonlijk moet meemaken. Dat hij mag spreken, daar 2,500 duizend jaar geleden over de belofte die we nu zien gebeuren. Psalm 126 en Romeinen 11. Omdat je dan ziet in Romeinen 11, ik heb er al iets over gezegd: dat wij dragen Israël niet. Israël draagt ons, staat er. En dan denk ik. Maar het belangrijkste advies is: ga erheen. Maar als er staat in Lucas bij de geboorteaankondiging van hem, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Daar ligt die verbinding. En zijn koningschap zal geen einde kennen. Dat is de diepste die de Heer Jezus is.